Lamp daar in mijn oog. Hey, 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 hey. Hallo. We zijn naar Red Joan geweest. Ja. Take two. De film over de... Even met mijn hoofd voor de lamp achter. Ja, zo, precies, ja, kijk dan. Het was een film over de spionoma uit Groot-Brittannië. Spionoma, ja. Spionoma. Zij werkte in de Tweede Wereldoorlog tijd, werkte zij voor een... Organisatie. Nou, een organisatie. Zij was een grote natuurkundige brein, zeg maar. Nou, ze was niet het brein, maar ze werkte mee met het maken van een atoombom voor de Britten. Ja. En op een gegeven moment, ze had wat communistische contacten. En op een gegeven moment, omdat ze de hele toestand in Hiroshima en Nagasaki zo verschrikkelijk vond, wat daar gebeurde, vond ze dat Rusland ook een kans moest hebben. En ook dat wapen in handen moest hebben. En dus heeft ze kopieën gemaakt en foto's gemaakt van alle plannen en opgestuurd naar de Russische spionnen. En ja, dat kun je allemaal op Wikipedia opzoeken. Oh ja. En zo heeft ervoor gezorgd dat de Russen dus ook aan atoomwapen konden beginnen. Ja, eigenlijk omdat zo op die manier de wereld... iedereen een eerlijke kans had. Maar in ieder geval, de film start met het feit dat ze als oud-omaatje wordt gearresteerd. En dan ze terugkijkt, oud-omaatjes wordt gespeeld door Judi Dench. Ja. Totaal overbodig, als ik het mag zeggen, want waarom moest je daar een grote naam als Judi Dench voor hebben? Ik bedoel... Ja, zoveel heeft ze daar niet in kunnen doen, alleen maar oud zijn. Ze heeft het verhaal verteld, zeg maar, door haar werd het verhaal verteld. Nou. Maar het werd gespeeld door een aardige jonge dame. Het zag er niet onknap uit. Nee, dat wou ik zeggen. Nee, dat dacht ik ook. Het was niet onknap, het was een knappe spionne. Ja. In ieder geval, een leuke pakfilm. Ja. Pathé Alternative Cinema. En ik ben blij dat ik weer een keer gegaan ben naar de pakfilm. Ik heb ze gemist. Volgende week kan ik helaas niet naar de pakfilm, omdat ik dan jarig ben en mensen verwachten dan dat ik thuis ben. 24 juni. Liefste was ik gewoon. Wordt die 51? Hou je mond dicht. En, maar dat kan niet. Maar dat in ieder geval. Kan het niet. Dat je 51 nee, wordt? Nee, dat ik naar volgende week naar de pakfilm ga. Oh ja, nee, dat kan ik ook niet. Nee. Al ben jij jarig. Ja, twee weken later. Maar in ieder geval, deze film. Even terug, Red Joan met Judi Dench had voor mij ook gewoon op de televisie kunnen getoond worden. Had niet voor per se in de bioscoop moeten komen. Desalniettemin een leuk verhaal, een 7. Oh, wat was dat? 7,5. Natuurlijk moet je hoger zitten. Natuurlijk moet ik hoger zitten. Kijk. Ja, kan niet lager zitten. Nee, ik vond het wel een aardige film. Ik ben blij dat Judi Dench alleen maar het verhaal vertelde en niet zelf zeg maar het verhaal speelde. Ja, dat was niet zo knap geweest. Nee, dat niet. Maar ik bedoel, ze is een beetje over tijd. Ze is een beetje, hoe moet je zeggen, ze heeft de beste tijd gehad. Joh, dit is M. Jawel, maar stel je voor dat zij de hele film had gespeeld en waren we toch allemaal in slaap gevallen. Ja, maar goed. 7,5, 7. Ja. Best aardig film. Ga hem zeker een keer op televisie kijken. Want volgens mij verschijnt hij binnen nu en 2 maanden op Netflix. Doei! Doei!